Oh, 4-4, is goed. Ja, lift die golden als het kan. Dat zal airline zijn. Nou, we hebben niet echt een andere airline, dus. Oh, de goal liever zelf in mijn hand. Kan je gewoon één opgeven in Frankrijk? Dus ja, we gaan niks in Frankrijk. Ja. Maar we hebben de purge als protection sowieso, dus. Laatste action round. Nou, we hadden containment, denk ik, normaal gezien. C5 niet te vroeg. Waarschijnlijk coup Iran. Okay. Mogelijke countercoup met Japan. Maar doe altijd liever praten eerst met jou, zei ze. Ja. Die koe is echt niet dringend, nee, want anders kan je toch maar gewikkeld worden in Thailand en zo. Altijd eerst Maleisië spreiden uit Israël. Ja. Op zich, het is ook, als we Libanon en Egypte pakken, dan kunnen we Arab-Israëli gewoon Ja, leggen als we. Dus hangt er ook wat vanaf handig. van de koe-status. Oh, Daar is doe DNC. ik. Oké, ah, leuk. Ja, nu gaan we sowieso spreaden. Ja. met US Japan, waar gaan we dan Ja. naartoe? En niet Zoiets uit. zou ik zeggen. Ja, kunnen we Dan zeker doen. krijgen we al een Middle East domination. Ja, ze koeren waarschijnlijk Egypte, maar dat is oké. Okay. Ja, dat is goed. Ze kunnen Libanon koeren. Egypte koeren is niet erg. Ze zijn op purge. Ze kunnen Libanon Ja, koeren, ze kunnen terugkoeren. Dus. Dan ja. Ja, kan het dus we zo. kunnen niet terugkoeren, hè. Defcon is op 3. Ja, maar als ze helemaal omkopen, Ja, kans is klein, maar denk ik, maar. het is vrij standaard, denk ik. Ja, Jordanië is het enige waar ik aan denk van dat zou interessant zijn om naartoe te raken, maar dan geef je ofwel Libanon op, ofwel, ja, je geeft te veel Ja. op, dat gaat niet, dus, nee, is goed. Dat is. Het grootste nadeel is dat we onze sterkste kaart nu al hebben opgegeven, Ja, maar. maar, ja, dat valt nog Tot. mee. Het spreiden is altijd dringend in de gaten. Ja, nee, absoluut, absoluut. Zolang je iets hebt geblokkeerd. Ja, dat is de goal in dit geval. Op de goal, in principe als laatste. Ja. Zolang je zeker zijn een safe zijn tegen geblokkeerd en container niet moeten wegsmijten. Nee, absoluut. En dan hebben we nog 8 tops die redelijk Ja. free zijn, zolang we niks Ja. kwijtraken hier. Ja, Arab-Israëli kunnen we inderdaad overwegen naar Jordanië in dat geval. Dan is hem ook vrij. En de militaire opties hebben ze toch al. Oh ja, en de 1 op 6 wil ik nog wel riskeren. Ja, het is 2 VP, ik vind dat vrij veel. En Jordanië geeft ons access naar Irak en Ja, dat is waar, Saudi-Arabië. dat is waar. Zeker moeten ze nu Egypte koeën voor een hoog nummer. Ik denk als ze Egypte koeën, betekent het dat ze waarschijnlijk decolonisatie niet hebben. Anders zou ik verwachten dat ze decolonisatie nu spelen. Ja. Wat betekent. Het is vroeg, maar het kan wel interessant zijn als zij toch Egypte koen om toch al te spreiden, ook in Afrika. Maar ik denk dat het toch iets te vroeg is, ik ben niet zeker. Ja, Afrika zal ik nog niet doen, daar gaan we de ops gewoon nog niet voor hebben. Nee. Thailand is het belangrijkste nu. Ja, Thailand moet Ja. sowieso. Nou, daar zijn voor als ik die kaart kan leggen. Helemaal mee eens.
Zuid-Korea waarschijnlijk de riskant nog. We zitten niet in de positie dat we het moeten doen, denk ik. Nee. Oh ja, we hebben Maar Thailand access op het moment. als het kan, als we op zo'n remmen zouden proberen te walken. En Ja, Azië nog. absoluut mee eens. Laos is sowieso belangrijk en dan access krijgen naar India en zo. En zijn dan weg, zijn uit Iran. Ja, zij zullen normaal gezien wel al in Pakistan zitten tegen dan. Het zou mij Nou, we verbazen. zijn al purged, dus. Ja, dat is waar, maar het is geen grote stap, hè. Zij zitten er één stap van vandaan, door Ja, ik Irak, weet het. Iran of whatever, Afghanistan. Maar we zien wel wat er gebeurt. Het is een lange beurt voor hen. Wat betekent dat geen makkelijke keuze is. Als ze nu destalinisatie zouden spelen, vermoed ik. Welke opties? Ja, ze hebben geen 1, 2, opt, 3. maar 1, 2, 3. 4, ja, inderdaad. Joegoslaaf. En dan gaat je naar wat? 2 in Thailand en dan 2 Ja. in Zuid-Amerika? Angola. Of Nee, Angola toch gaat aan. zelfs niet. Het Ja, zit Angola op gaat niet 3. op 3, nee. Ja, Zuid-Amerika ga ik ook niet. Waar Chili Chili. sowieso wel. Chili, Zuid-Afrika dan of zo. Ja, maar dat is ook een zeer sterke kaart die dan toch wel wat genoeterd is, om te zeggen. Ja. Dan zou er ook naar je lijmen zijn, zelfs. Wel. Altijd vreselijk. Ja, Ah, toch fuck. dikkel. Ja, dat was Oké, de dan gaan we gewoon verwachting. Thailand pakken. Ja, Thailand met 3. Gewoon dit, hè. Ja, als ze China Denk. willen opgeven ervoor, nemen wij helaas Ja. Cambodja. Ja. Dan hebben ze. Ah, nee, ze kunnen zelfs niet Chinees, ze zijn Ah nee, het is purged. waar, het is waar. Oké, dat was Dus ja. dikkel. Sowieso Wij Thailand pakken hier. ja, niet vergeten om. Oh ja, sowieso. En niet vergeten om ook wel Thailand overprotecten tegen volgende beurt. We hebben de ops Ja. ervoor, ben ik vrij zeker. Zij gaan waarschijnlijk nu Laos Cambodja. Opmerkelijk dat ze Burma hebben genomen en niet Laos Cambodja. Ja. Vind ik. Ja, ze wilden India-access, maar vind ik ook een Ja. beetje raar. Ja, maar door India naar Of Pakistan ja, is of ze gaan sowieso. gewoon Laos pakken natuurlijk, maar ja, dan ze even Ja. omgekeerd kunnen doen. Dus. Ja, ik weet niet. Weet Opmerkelijk. ook Ja, nooit. ze zitten al in Thailand en ze zijn sowieso als eerste bij Laos Cambodja, dus daar is niet het probleem. Wij moeten nadenken of we een coup willen voeren op Irak. A voor Ja, nul of ops. Ja, even. that explains. Zijn purge heeft wel niks gedaan. Ik zou Cambridge 5 of Arab-Israeli op Irak coup. Dat we onze mulops Ja, hebben. We zo verliezen wel aangenaam. Afrika, wat ambetant is, maar anderzijds. We kunnen er nu We toch kunnen niet nog in de coup op gaan. Zuid-Afrika doen, hè, als we eentje raken. Ja, maar dan denk ik dat Irak waardevoller is op het moment. Nee? Om zelf iets in te krijgen wel, maar als we maar één eruit doen, wat zijn de oddsjes? Gewoon eens kijken. Oh, weinig, weinig. Dus een Ja, het 6, is vijf enkel en en zes 6. dat we erin zitten, hè, denk. Maar zelfs dan nog, Afrika is minder interessant nu. Als we hem daar uitkrijgen, kost het dan heel veel tijd om er terug in te geraken. Wij kunnen naar Ja, dat is Jordan wel de gaan. ding. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ze hebben het gekregen en het is vooral, en anders gaan ze naar Angola. Dan. Dus dat is Wel, echt nee, wel, ja, het is echt maar. wel waardevol. Ja, ik vind hetzelfde voor Irak. Ik begrijp uw punt. Ja, Afrika maar wordt nog wat ik niet. doe in Irak, doe niet veel, want ze hebben nog altijd access, denk ik toch? Ja, Hoe? zeker want ik aan Nee, in het nee, nee, begin nee. access. Syrië Oh. zit daar niet tegen. Nee, vandaar, dan zitten ze daar ook weg. En de kans dat Ja. het gebeurt is natuurlijk klein, dat is de garantie. Maar ja, ik zou eerder dan Ja, Irak is proberen. goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, het maakt er niet uit. Ja, had dat nu omgekeerd geweest? Oké, okay, dan. Nog Al drie honderd keer beurten, zit hier dan toe. juist. Nog drie beurten. Cambridge 5 is vrij safe. CIA moet er sowieso op een bepaald moment uit. Tenzij dat we dan de volgende beurt willen headlinen, maar ik denk het niet. Ja. En Angola? Ah, niet Angola. Oké, presence. Zoals de Ja. laatste scoring ook nog hebben. Oké, dat zou mooi zijn. Ja, nu Angola. Ja, Angola. Nee eens. Want we moeten nog Zaire pakken ook Dat sowieso. was Romanian education. Ja. Nee, mee akkoord. Zou ze echt meer liefst ook hebben?
Ja, het zou goed kunnen. Het is wel Misschien niet echt inderdaad. een andere reden voor Syrië, hè? Anders als wij Middle East hadden, hadden we het wel gedund. Wel, nee, exact. Ja, Yep. stemmen ook. Alle scorings. RSP heeft één op verschil gemaakt. Jezus Christus. Nee, wel. Ah, de duck ook. Ja, De duck. ja. Laos, Cambodja, Zaire. Thailand ook. We hebben nog één beurt voor Thailand. We gaan daar niet mee koeien. En dat is nu niet Ja, want de goal belangrijk. leggen in principe de goal 3 in Frankrijk, hè. Ja, feit, Belangrijk, feit, hè? feit, Ik feit. denk Ja, nee, dat is goed. Dat is goed. Ik vind het jammer om Laos op te geven, maar nee, oké. dat. Ja, Thailand belangrijker toch? Ja, En absoluut, ja, kan hij absoluut. nog krijgen als ze Tonin, Koef of Sahir, dan kunnen we altijd Laos pakken ook. Nee, Hè? absoluut niet eens. Dat we geen scoring zouden missen, is al. Nee, dat is een zware beurt voor hen. Hoewel Ja. het opmerkelijk is dat RSP inderdaad heel weinig effect heeft gehad. Ja, Maar ja, we hadden ook niet echt een betere headline. Containment was wat niks anders. iets beter geweest, maar ook niet enorm. Met Japan en RSP, twee kaarten die er sowieso al geen effect op had. Daar is Independent Reds. Oké, de Ja. tweede nog. Kunnen we niet naar Space gooien? Ze hebben geen access aan Algerije. Ja, maar dat zou kunnen, maar ik heb hem liever uit de tekst. Hè. Ja. En ze gaat toch goed aan de een, hè, dus Ja, dat maar kunnen we wij wel. hebben niet per se de. Ja, nee, oké. Okay. Dat is oké okay voor mij. Ik zal altijd dit doen. Ja, nee, het is oké okay voor mij. Geen probleem. Oké, okay, defectors altijd Dat ziet er heel fijn. containment hand uit. Jesus, 5-year plan. Ja, ik nadenken over defectors. Suez. Truman. Korean War. Is goed. Oh, en CNS. Oh CNS als hold als we containment spelen, denk ik. Voor de rest. Ja, ik denk qua defectors. Wat is er dan? Oeh, Asia is ook gescoord, ja. Wat is er dat. ja. Socialist, maar zelfs F maakt eigenlijk niet veel uit. Socialist is nog steeds ambetant, maar nee, inderdaad. Nasser kan Vietnam doet ambetant zijn, niks. maar. Nasser maakt niet zoveel uit nu. Nee, ik geef gelijk. Ja. Containment is beter hier. Gewoon clean 6 ops. Ja. We houden dan Captured Nazis voor de volgende beurt, of wat is het idee? En uiteraard Korean War, wat doen we daarmee? Japan Dat hebben wij wordt al waarschijnlijk. gespeeld. Die wordt ofwel space ofwel hold. Die kan natuurlijk als hold. Ja, Voor. plus Nasser, maar En wat is te Nasser wil ook verwachten? niet per se. Wat? Ja, Queen schrijft liever die defecten, dan is hij ook weg. En ja. Hoewel. En het is beter dan socialist governments. Dat betekent. Als we hier komen, maar ja, dan pakken we toch Libië en zo. Ja, nee, absoluut. Dus Dus ja. prioriteiten. Ja, opnieuw, als zij niet zouden koeien, wat zeer, zeer unlikely is. Nee, niet cool dat cool je hebt, maar. Exact. Die kans is vrij klein. Zahir koeien is veel bestaander. Ik denk, als we vier spelen. Frankrijk. Of, Frankrijk hoeft ja, niet, want Frankrijk hoeft niet, ze we hebben kunnen Truman. We niet hebben Truman. vechten. Yeah. Libië, Algerije. Ja, Libië en Algerije zijn inderdaad de Laos, belangrijkste. Cambodja vind ik ook nog Oh, steeds goed. wow. Ja, dat was. Zot. Ja, nee, als we ons eruit krijgen, hebben we geen access daar. Dan zitten we in het Midden-Oosten Ja, nog met maar. een gevaar. Oké, ja, het is wel lucky natuurlijk, maar. Ja. Ik zou altijd een instap kunnen. Gewoon als ik kan. Ja. Dat Zeker, is zeker met gewoon kijken. Midden-Oosten, zeker met Midden-Oosten gescoord. Ja. Maar ja, inderdaad, sowieso twee in Libië. Twee Algerije. Nee. Angola, whatever dat is. Nee, Algerije, ja. Ben ik geen 100%. Ja, ik ben nog steeds Laos-Cambodja 80. Eén Laos-Cambodja, één Algerije is dan misschien interessanter, ik weet het niet. Ja, dat kan. Sowieso twee in Libië. Zoiets. Ja. Ja, en we sowieso al Hoewel, het behaald. forceert hen ook om ops in Burma te spelen of naar Thailand, wat is het, India, Pakistan te gaan. Ja, en okay, als ze 3 lijnen in Algerije Wel, dan mogen ze het ook hebben, hebben. hebben die alleen met opties, hè?
Ze mogen het hebben in dat geval, denk Ja, ik. maar dan kunnen we naar Sahara en dan kunnen we zelfs zo vrij Voilà. rapriëren daar als we willen. Nee, heel goed. Ja, het is goed. En nu als ik dan als Nico uit Sahara, want dan hebben we... Oeps. Voilà. Kunt jij eens snel tonen hoeveel kaarten er weg zijn en discarded? 513. Ja, dankjewel. Af en toe sanity checks. Shuttle the Embassy doet dat ook bijvoorbeeld heel raar. Die kaart, omdat die ook effectief niet uit in de discard gaat als die gespeeld wordt voor het event. Wel in de remove. Maar die telt dus ook verkeerd en dat is ook heel handig. Oké, dan. Volgende beurt, de Suez-crisis is dan betand, maar is een nuloperatie. Dus dat spelen we sowieso daarvoor. Ja, of spelen fold Nee, Suez met kunnen containment ja. is te gratis, vind ik. Ja, dat is waar. Daar gaat Algerije 4. Philips. Ja. Ja, ik zou naar Jordanië willen gaan om Irak en of Saudi-Arabië te threatenen. Ja, maar het is misschien niet dringend, misschien wel space. Of voor de 2 punten gaan doen. Gewoon scientist zelfs. Scientist vind ik geen slechte. Anderzijds, als we Olympics gebruiken voor Frankrijk, Saharan States, Birma of Jordanië, is dat ook niet slecht. Birma is dan betantig dat IPWAR nog niet weg is. Maar anderzijds, ja, weet ik niet wat ze die hebben, te koer. Maar ik zou nu inderdaad gaan voor die realignment positie op Algerije. Al is het maar voor de idee te wekken, nee? Ja, alles, we Omdat gaan nog het. niet realignen, hè. We gaan niet op één Nee, land, nee, nee, of nee, dat nee. is in Afrika, maar nou. Ja. Ja, anders gezien, dat is ook goed voor mij. Het probleem is dat we niet echt threatenen, maar. Eerste 2 punten, de rest kunnen we later even gooien. Ja, Dus die, absoluut, ze kunnen absoluut. Frankrijk niet pakken tegen Troem, ze kunnen Sahara niet pakken, Nee, dus absoluut. ik zal gewoon punten pakken Ja, eigenlijk. is goed. Zij gebruikt een De Chinezen MGB. zeggen dat we alle punten bepakken. Dus. Ja. Vier ops die achter zitten zijn nog Marshall Plan en NATO. Maar ja, we hebben geen Warsaw Pact om NATO af te dwingen. Dat is sowieso spijtig. Budden, ja. Voor de rest, ja, ik vind nog steeds dat we naar Midden-Oosten moeten proberen te geraken. Jordanië is sowieso belangrijk. Wij hebben Korean War, dus we zouden eigenlijk ook Zuid-Korea moeten proberen te nemen. We kunnen Korean War meenemen naar de reshuffle en dan spacen. Dat is waar, dat is eigenlijk een instant Asia dan. Apart from that. Ja. Ja, opnieuw naar onze Aziatische. Oké, dus Korean valt dan en Suez is een blank. Wel, Suez is blank, maar is Dus wel goed. We hebben nog. we hebben 8, Ja. 8, 8, 8. Zelfs niet, als we eerst naar Jordanië gaan, dan is het pakken gewoon 2-2 naar die maand. Ja, nee. En we hebben nog steeds Jordanië access met Dink, Libanon. Ja, ze pakken Dus. Korea nog niet helemaal aan, ze sluiten Burma. Ja. Oké. Wel, daarom dat ja, naar Ja, Birma gaan niet slecht was, maar het maar. is wat het Oké, is. maar we kunnen toch niet alles doen, dus we kunnen nog vechten voor Korea. Maar het is natuurlijk te veel met Is dan deze, maar. betand. Ja. Dus sowieso dit en dit dan. Dan geven we Korea op. Wat oké is, maar dan is het wel wat we doen. En Azië. Ja, dan moeten we Azië op country count verdedigen. Ja, en dat is lastig. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Maar dat gaat wel. Kan wel. We kunnen natuurlijk gewoon een beetje vechten over Zuid-Korea, maar dat is ook niet ideaal. We kunnen natuurlijk ook Noord-Korea breken op het laatste jaar. Ja, dat is sowieso niet slecht. Dus misschien Ja. kunnen we gewoon dit doen. Ja, nee, oké, is goed. Is goed. We kunnen Nigeria uit de deal. Of twee ops. Wat ook goed is. Dat Andere was brood. Olympics. En zij hadden Comic-Con gebruikt. Ik vermoed dat zij nu Irak veiligstellen. Als ze dat niet doen, gaan wij naar Irak, denk ik dan. Ja, nee, als ze koeën, geven we een countercoup. Waarschijnlijk met Truman. Ja.
voor de rest, ja, inderdaad, Irak betekent iets in Saudi-Arabië op zijn minst. En naar Nigeria. Ja, ik dacht van mijn hand. Er zitten nog vrij wat matantige rode kaarten in, zoals destabilisation enzovoort. Ze hebben nog Dat was niet. nog geweest. Nee, het punt is dat ze. Vietnam is er nog niet geweest. Warschau. Socialists, die stal blockade, uiteraard. Maar ja, als ze blockade spelen, dan hebben we Korean War om weg te gooien. Dus dat is oké. Zeker nu we Dat Korea zou zelf wel niet iets hebben. zijn. Ze blokkeert spelen, dat betekent Special waarschijnlijk dat ze die relations. stand niet hebben. Ja. Specials, nice. Goed, geeft ons een bonus in. Daar is altijd ja. Ja, ik zou die factors naar Nigeria en Saudi-Arabië proberen. Of Nigeria en Irak breken. Ja, liever Saudi-Arabië. Ja. En we kunnen daar gewoon nog wel iets zetten. Ja, Middelooste scoring is al weg, dus het is dus niet urgent. Ja, ze zijn allemaal, ze komen er de Nee, nee, volgende nee, beurt in. ja, maar het is niet dat nu eruit kan komen. Ja, het is niet wat nu al Dat te is hebben, wat ik inderdaad. bedoel. Ja. Zo. Ja. Ja, nee, is oké. Botswana is kind of interesting, maar Nee, nog te vroeg voor zo'n niet ding. echt. Absoluut. Ja, ik ben serieus aan het twijfelen over niet één punt in Irak interessanter is, omdat ze dan Iran moeten aan verdedigen. Maar anderzijds, ja, moeten ze sowieso al. Maar ze hebben nu juist special relationships gespeeld zonder dat het echt nodig is. Ja, ik weet het niet. Is goed voor mij. Misschien dit nog niet zo dringend zelfs, dat kunnen ook gewoon zo, Ja, hè. is goed. Is En goed. ook gewoon dat straks. Ja, vind ik beter. Ja, Suez kunnen we inderdaad. Ik zou het spelen omdat het effectief een nuloperatie is. En we in Ja, we kunnen C. zelfs die van Frankrijk relocaten, nu dat we niks hebben. Ja, Maar omdat. ik ben niet zeker of we dat willen, maar. Maar die Ja, mensen zijn bezig met met socialist nog enkel steeds daar. socialist. Ja. Maar ook Maar bijvoorbeeld van die. Truman blijft ook intact, dus Ja, en riskant voor hem special om dat te antwoorden. relationships is ook juist weg, dus. UK is ook niet per se. Daar is IP-war, dat is En dat goed is om ook te waar, weten. inderdaad. Ik zou Suez nu triggeren en zien wat we hebben. Dan hebben we Ja. nog een 3 op voor de laatste Ja. beurt. Kunnen we Noord-Korea Ja. meebreken en nog zien wat ermee gebeurt. Ik verwacht niet dat ze. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze gaan doen. Het maakt waarschijnlijk niet veel uit. Israël is dan bepalend. Norad is nog niet geweest, hè? NORAD, NATO en Marshall Plan zijn nog de US. Ah, dus Event. Marshall. En UN zit er ook nog in. Dus Maar ze ja. hebben Israël gepakt. Ja, dat Nog heb ik wel meer. verwacht. Ik zou UK niet. Alles dom, hè? Wel, maar ik zou UK niet pakken, maar Spain, Portugal of Greece pakken in de plaats. Maar Ja. Special kan ook gewoon drie draaien, hè? Ja. Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, is En dat is goed. maar één op. En dan 2 in Saudi-Arabië of Irak breken. Ja, liever Saudi-Arabië toch. Ik denk niet dat we nu Iran gaan pakken. Niet per Ik zou liever se, maar de laatste beurt wat flexibeler houden. het is interessant om daar ook gewoon een punt te hebben, te koer voor Muslim Revolutions. Maar ja, is wat egaal voor mij. Maar ik zou wel proberen te zien dat Midden-Oosten niet domination Ja, is. ik denk gewoon dit. Ja, het is goed voor mij. En dan hebben we drie opties die flexibel zijn. Ik zou nog wel iets in Frankrijk willen, denk ik. Ja, Frankrijk 1 is Ja, waarschijnlijk niet. ik heb ook iets aan Azië doen. Ja, absoluut. Vandaar ook naar Dus Irak kunnen gaan. we Zit ons ook iets dichter bij dingen, maar ik vind het goed zo. gewoon. Ik denk gewoon dat we nu Iran niet kunnen pakken, want we moeten Azië verdedigen, Europa beschermen. Ja, is goed. Ik denk dat gewoon Filipijnen, Maleisië, Frankrijk. Frankrijk met socialist governance brengen ze naar 2-1 en kunnen ze inderdaad nemen. Oké, dat is Korean War weg. Oké. Goed dat dat uit het deck is. Ja, ik wil zeker geen Asia-dom weggeven.
Ja, maar Dus vandaar, je kunt ook Noord-Korea breken, hè, voor Asiadom. Maar we hebben geen China ik card, weet dus het. veel doet het niet per se. Maar ja. Ja, maar ik zie het net niet echt nu, want het is vrij Nee. gemakkelijk te herstellen en we hebben geen Nee, blijvende. Ja. absoluut mee eens. In Frankrijk ben ik ook sowieso mee eens. Denk dit gewoon. Want we Ja. hebben ook twee mensen nodig, want Vietnam komt nog. Ze kunnen Nee, Vietnam en bijna. absoluut, absoluut. Heel goed. Oké, dan. Oké, plus 4. Wat hebben wij dan? Ja. NATO. Zij hebben Norad en Marshallplan en UN. Die is dan. En, oh man. We hebben Vietnam, dat is toch iets. Socialist Governance, dat is ook iets. We hebben die call terug. Marshall naar Juventus. Ja, zij hebben UN. UN. Ble. Yep. En we hebben die stel. En wat nog? Diestal, En Marshall Vietnam. Plan, NORAD, UN, Warschau. En We hebben Truman Case. We hebben Cambridge 5, dat gelukkig geen probleem is. Headline Special Relationships voelt zo zwak aan, maar wat doen we anders? Truman niet, dat helpt ons niet. Tenzij dat we ze uit Joegoslavië willen drijven, maar ja, we hebben niks aan. dat is ook maar zwak. Ja, special relationships is denk ik het best. Ja, ik zie ons niet wat anders. Truman, Dekel sowieso kleur. niet. Nee, kan niks anders zijn. Ja. Lekker. Dat is Dan inderdaad, maakten de twee op de ene ook al geen verschil. Yep. Heb je nog geen nodig in Frankrijk? Misschien, Nee, Germany, gaat niet, maar gaat nee. niet. Ja, Canada is een optie. Is dat een goede Canada, optie? ik guess. Ik weet het niet. Ik denk Frankrijk tout court is niet verkeerd. Nou, er is enkel socialist, hè? Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Ja, is wat eender. Ja, is goed. Denk daar gewoon. Is goed. Ah, RSP, verdomme. Dus, sorry, Marshall Wayne, die stel Norad aan. UN. Diestal, Marshall, Norad, Warschau. Ah, waar zo, ja. Okay. Naar een naam 3 op dat ik vergeet. Denk. Vietnam is last AR. Waarschijnlijk. Fidel naar Space. CIA. Is niet verkeerd. Geeft ons de mogelijkheid om onze. Ze hebben ook nog IP War. Oké. Ik zou durven voorstellen, aangezien zij deze stal hebben, om naar Colombia te gaan. Of wat is het? Ja. Ja. Met deze op. Wat betekent dat zij, als zij een coup plegen op Panama, dat we er nog steeds zitten. Als ze een coup plegen op Colombia, kunnen wij terugkoeien en dan hebben we ook ops enzovoort. Ja. Maar ja, er zijn andere opties. Ik weet het niet. Ze hebben geen Nee, scoring kaarten, maar helemaal akkoord uit met dit. Zie. wel, het Als er gaat. iemand anders scoren dan hebben we Venezuela, dat gaat niet. Wel, het is sowieso aan Dus de ik denk kantig. dat ze gewoon die stellen, twee in Venezuela, en dan hebben we dat. En dan kunnen we dan altijd koeren als we willen. Wel, ja, en ik denk op dat vlak dan kijken waar een goede koe zit, tout court. Maar Oh, nu, Venezuela bijvoorbeeld. ja, met onder RSP waarschijnlijk geen al te great idee, maar we zullen wel zien. Nee, maar. Wel, we zullen wel zien. Japan zit ook nog in het deck. Korean War Dus ook. die continent hier, Work of Space. Naam op de laatste. Fidel naar space. Ah, Fidel kunnen we niet spacen, damn. Nee, en Dat is Deco is de hold, dus ja. Decal is sowieso hold. Ja. Ja, dat is En ambetantig. Circle of the Dat Space. is ambetantig. Dit is het laatste jaar. Yup. Ja, veel one turns. Ik zou NATO zo lang mogelijk proberen houden. Waarschijnlijk niet mogelijk, maar ja, eigenlijk zo goed en zo kwaad als het gaat. Dat we onze laatste AR, wel, voorlaatste AR nog iets kunnen doen. Vietnam is laatst, ze weten dat we Vietnam hebben. Nou, Je ja. weet de Vietnam, Sokov, We moeten in Fidel C. en NATO. Ik denk, afhankelijk van wat ze doen, uiteraard, is het ook geen slecht gedacht om Angola op een bepaald moment te versterken. Deze beurt is een beetje de slechtste beurt ervoor, maar is wat. Omdat ze deze beurt wel dan met een 3 op Angola gewoon kunnen pakken en wij kunnen daar praktisch niet op reageren. Wat ambetantig is. Oh god, waarom zijn wij. Ja, maakt niet veel uit.
Maar het is ambetant, toch? Nee, wacht, het is onze beurt. Ja, oké, Het is onze Jesus. beurt, Ik dus oké. zat te denken dat dat de headline was. Nee, oké, sowieso. Ja, ik zou durven zeggen gewoon één naar Venezuela. Ja. We krijgen. Alternatieven zouden we nu toch NATO gebruiken en Angola versterken wel. Nou, ik weet En niet of waar. we daar lucht voor Dan hebben. twee Venezuela, één Angola. Ja. Ja, het is veel, veel poeier nu verspreken, maar ik begrijp het wel. Ja. Ik denk niet dat ze met deze stal twee in Venezuela gaan zetten als wij er één al hebben in staan. Dus op dat vlak denk ik niet dat het een groot verschil maakt. Dus denk ik dat we evengoed één nu in Venezuela kunnen spreken. Maar ja. Dus waar, maar het is vooral Angola beschermen. Ja, Want ze ja. hebben hier een Marshall, dus ze hebben daar plus Nee, Marshall. ze hebben veel punten, absoluut mee eens. Maar, tja. Ja. Nee, is oké, is goed. Doe het zo. Bro. Het wordt een leuke beurt. Oh, jezus. Ja, zeg maar. Ja, nee, we kunnen altijd in Brazilië als er geen twee zetten. En dat is het belangrijkste, Ja, eigenlijk. de kans is klein als ze er geen twee zetten, maar ja. We kunnen overwegen om één Cameroen te zetten. De volgende beurt, afhankelijk van wat zij doen. Om realignment op Zaïre te vergroten. En op die manier een coup te ontlokken. Ik vrees ervoor, maar we zullen wel zien. Het probleem is dat we geen kaart hebben van meer dan één realignment op en zou Nee, hier te ik weet het, ik weet het. Niet om realignments. Niet doen. om. Voor later is inderdaad goed. Nee. Realignments doen zelf gaat niet. Absoluut mee eens. Maar de threat te geven en Ja, dan dat de is wat inderdaad. kans dat zij erop koeën is dan groter. Maar ja, we moeten zien. Zij hebben IP War, maar voor de rest geen warkaarten. Dus dat is oké. Man. Azië ziet er ook niet echt al te goed uit, moet ik eerlijk toegeven. Ja, we hebben nog wel een landje meer, maar oké, na Vietnam niet meer. Ja, en zij hebben En IP daarna War. kunnen we niks meer, en daarna kunnen we niks meer pakken. Wel, zij hebben IP War en nemen Pakistan en India. En we zijn eraan voor de moeite. Naar Taiwan gaan we ook niet onmiddellijk gaan. Dus ja, het is wat het is. Midden-Oosten is equally annoying in de zin dat zij naar Iran kunnen gaan. En wij, ja, we kunnen als tegenprestatie wel Jordanië. Nee, hoe noemt het? Oh, sorry. De andere ding doen. Daar is die stabilisation. Oké. Ja. As expected. Ja. Panama. We kunnen sowieso niet reageren op Panama 2. We kunnen er wel één in steken. We kunnen ook naar Costa Rica gaan. Als reactie daarop. Voor de rest is er iets dat we vreed kunnen doen. Nou, ik zie Costa Rica nu niet nuttig, want onze presence in Panama gaat wel blijven. Ja, maar dat is dan als, ja. Kunnen ook En realignments bon. overwegen, maar ja, die zijn heel, Ja, heel misschien risky. gewoon op Algerije. Ja, maar het is wat jij gezegd hebt, hè. We hebben te weinig. Ja, Algerije sowieso niet. Dat is het minst aantrekkelijk, omdat ze ook in Frankrijk zitten. Als we Ja, realignments dat is doen, waar. is het Brazilië, Zaïre of Panama. En Ja, dat is ja, waar. in welke volgorde is een andere Zou vraag. hier dan? Ja. Maar het probleem is, wat jij ook gezegd hebt, van we hebben niet de ops om eigenlijk een beurt realignments uit te voeren. We moeten één lucky roll hebben en als we die niet hebben, ja, zijn we eraan voor de moeite. Misschien gewoon heel op het gemakske in twee beurten naar Mexico geraken. Dat we Ja, Mexico dat te is ook koer wel hebben. serieus investment. Ja, maar we hebben sowieso Ja, niet veel dat we kunnen doen, we hè. hebben niks. Ja, ja en anderzijds is het naar Chili stappen, omdat stappen toch traag gaat. Maar ja, Nee, is dat daar gaan we waard? niet mee beginnen.
Ja, en anderzijds inderdaad gewoon Cameroen. Wat koes proberen uit te lokken, ik weet het niet. Ja, Cameroen kan wel. Anders pakken zij dan maar. Hebben ze access aan Nigeria, moeten we dat weer beschermen. Ja, maar het idee is sowieso om er. Truman zou ik nog niet gebruiken. Truman zou ik nog niet gebruiken. Ik zou Truman nog houden. Als ze weten dat het er nog in zit, dus ze gaan Europa nog niet aanvallen. Ja, ze kunnen Europa Anderzijds. niet. Jawel, Marshallplan, Oké, okay. China. Ja, Wel, gewoon hier Marshallplan breed niet, dan. dus wat. Ja, oké, okay, dat is Ze hebben waar. UN. Dus ik zou Fidel of Cambridge 5 spelen. Fidel is positief in de zin dat waarschijnlijk ook nog wel iets doet. West Germany willen we ooit ook nog wel een punt bij, maar dat is niet per se zo dringend. Maar ja, ik denk niet dat we veel kunnen doen, is het probleem. Ze hebben nog vrij wat punten. UN op Marshall is zeer ambetant. NORAD gaat waarschijnlijk naar Space. Ja, Socialist Governments willen we ook naar de ruimte sturen, inderdaad. Ja, als we niks dringend doen, dan kunnen we altijd spacen. Ja, het probleem is, we Het kunnen nooit. risico is niet dringend, Wel, dus we hebben nooit ja. echt iets dringend dat we kunnen doen, tout court. Misschien was dat nu juist de juiste beurt geweest, ik weet het niet. Ik vind deze niet verkeerd. Het geeft wat meer opties dat we misschien toch koers kunnen plegen. Maar we zien wel. Op zich, ja, als ik Kunnen aan we. Ja. nice. Kunnen we tegenkoeien? Oh god, nee. Ik zou nog steeds een tegenkoe gooien. Ja. Gewoon voor de ops. En ja, dat is. Dit. Ja, wat tante. Dat is te goed gegooid van hen. Ja, is goed. Kom aan, een 6. Geen 6. Oh, kan nog eens koelen. Ja. Mee eens. Wel, Zijn puntjes. zij waarschijnlijk Nigeria nemen. Ja. Dat was geen slecht alternatief geweest, gewoon één bij Nigeria. Dat is wat. Hindsight. Ja, liever de koe. Ik bedoel, het is een punt, hè. Ja, maar die koe kunnen we hierna ook nog gebruiken, Nee, maken we gaan in nog eens zekere koe, zin. want we hebben nog een punt nodig. Nee, ik weet het, absoluut. Absoluut niet eens. Dat socialisme nog naar heaven. Dus ja. Ja, kijk, ja, we doen voor de rest niks deze beurt. Niks aan te Niet doen. echt. Maar het voordeel is, ja, ze hebben veel. Had die koe niet zo hoog geweest, hè? Daar is u en Marshall Ja, Plan. Mijn oh, NORAD. wat? Ik Ha, dat had ik niet ga verwacht. Marshall geven. Ah, oké. Okay. Ja, kan ik nog wel zien. Ik kan Oké, nu. nu wat terugkomen. Moet toch Of. gebeuren en we hebben kans om ze uit Cameroen te krijgen. Ja, is ambetant met Truman weg, maar ja, is oké, okay, is goed. Ja, maar ik bedoel, nu gaan ze Marshall echt langer. God. Dus, oh, kijk eens aan, daar is een 6. Jesus Christ. Waar was En die zes? we kunnen Europa niet echt halen van een Marshallplan. Dat is een beetje. Nee, absoluut. Absoluut. Volgende beurt Space. En dan Vietnam Revolts. Tja, spijtig is dat we bijna sowieso Azië kwijt zijn. Ik zou nog steeds. Tja, één in Mexico is nu niet interessant met die laatste op. Een realignment Nee. Zaire kan interessant zijn. Ja. Afhankelijk van wat zij doen. Ja. Het voordeel is natuurlijk, we hebben Venezuela, maar dat was dan het idee kunnen zijn als zij. Nou ja, als we dan. Wat was het? NATO nog hadden. Hadden we drie keer Dan ook kunnen nog zijn dat we realignen. Colombia aan het doen, hè? Maar. Wel, voilà. Ofwel een wapen te Warschau dan. Voilà, dat had sowieso. Dat even erg geweest. 9 kansen op 10. Kans bestaat ook dat ze China spelen. We zullen zien wat dat geeft. Ja, Marshall, maar ik denk dat ze Marshall gewoon gaan geven eigenlijk. Ik geef u geen ongelijk. Zeker te zien hoe dat ze alles uit Europa hebben gehaald voor hun D-stal. Daar is Warschau. En met Ja, gewoon NATO. Zimbabwe. Ja. Een NATO weg. Is dat ook goed? Socialist naar Space. Het enige dat we kunnen doen. Ah, die één op kunnen we in Jordanië. Nee, wat is het? Is dat Jordanië? Jordan, ja. In Ja, Jordanië zetten. goed. Balanceren we Midden-Oosten een beetje uit. Tenzij dat zij nu Marshallplan gebruiken om Israël te nemen. Wat Ja, eerlijk. nee, ze gaan de Marshall toch gebruiken voor Asia Domination, zou ik denken. Oh wel, de kans is groter. Maar je weet maar nooit. En
India en Pakistan gewoon pakken. Kunt dromen. Maar ja, inderdaad. Ja, misschien zelfs China ervoor. En Noord-Korea verstevigen. God knows. Dat ze Zimbabwe gepakt hebben, Nee, geeft ons grappig. wel een goed target volgende beurt. Dat is wel mooi. Nee, dat is. Inderdaad. En dan denk ik, ja, Vietnam Revolt in Jordanië is waarschijnlijk het interessantst. Ja, the usual subjects. Joep. Zo. Je zou kunnen Ah, overwegen Frank. Benelux, want Frankrijk zit al op plus 4. Ja, maar gewoon nog eens Frankrijk tegen Sokov. Ja, oké, okay, is goed. En Ja, is goed, ja, ik is goed. bedoel, lijntjes gaan we genoeg hebben, we hebben de Nee, drie Mediterraneans. absoluut mee eens, absoluut mee eens. Joep, Vietnam in Jordanië. Ik denk niet dat we vreed Ja. veel anders kunnen doen. Zou ik het wel Jordanië pakken? Zo jammer voor Camp David. Ja, maar ik bedoel, het levert te veel punten op Ja. deze moment. Het is te makkelijk. Spirit. Als we in het Midden-Oosten krijgen, kunnen we het headlinen zonder al te veel problemen. Ja. Altijd natuurlijk, wat is het, al de mid-war games, maar ik denk, dit is te. Er is niks anders dat we kunnen doen. Eén in Mexico Nee. zetten helpt ook niet. Nee, die hoort je goed. Sadat is niet slecht. Nee. Als een headline. Duk. Risky. Duck is altijd een beetje gokken, omdat zij Ja. voor een of andere Ja. reden We Will We Bury will You bury gooien, you. dan zit het er ook aan voor de moeite. Ja, dat is te jammer. Maar het is veel punten. Ik denk niet dat we ver genoeg achter staan om te zeggen dat we die gamble moeten Nee, nemen. ik denk niet dat we Zeker met achterstaan. Sadat. Sadat draait het Midden-Oosten helemaal om. Ik vind dat. Ja. Alternatieven. East European Unrest is hilarisch met Europa, maar doet eigenlijk niet veel voor de rest. Teheran is altijd een goede kaart om te spelen als event, maar ja. Nee, zo dat is Ja, goed. is goed. Zo dat. En zij hebben Preshnev, Is Jesus. Alle ops. Duck and cover. U2. Teheran. De Willy. Summit. Ah, de beste kaart. Ah, we hadden Summit moeten headlinen. NTP, ops, ops, ops. En East European Unrest. Eén ding dat we moeten indachtig houden is het feit dat ze in Europa zeer zwak staan. Warschau Pact zit nog steeds in het spel, maar het is wel iets dat we moeten onthouden. Dat is een avenue om te winnen als we op de rest. Oh, Jesus. Coup op Venezuela. Let's. Oh nee, op Angola. Oeh. Betekent dat zij. Denk hebben. Is dit een coup op dinges? De andere land daar? Je weet wat ik Kunnen we bedoel. ons eieren pakken, hè? Of we kunnen ze hier pakken? Ja. Met nucleair testban en meteen verdedigen? Of. Ja, zoiets. Ja. Als ze Ja. dan dit pakken, nou, Ja, dan is goed voor mij. kunnen, als ze dit pakken, die alleen die al krijgen. Nee, is goed voor mij. Ja, de realignment op Algerije vind ik niet zo krachtig, omdat ze toch in Frankrijk zitten. De kans dat wij ops Ja. verliezen is ook groot. Oh ja, voor die redenen ben ik er niet zo'n fan van. Dan probeer Ja, ik. maar ik denk dat positief ops is gemeld Het als is zijn plus in realigned. plus 1, maar het is maar juist plus 1. En het voornaamste is, ze hebben nog steeds access aan. Algerije en wij hebben er geen domination als we alles van hen eruit gooien. Dat is het probleem. Ja. Maar ja, kunnen we zien wat zij doen. Kunnen ook Zimbabwe koeën. En dat kan ook niet slecht zijn. Oeh, Japan. Ze hebben mijn liefst echt. Dat is wel nice. Ja, Dat is wel echt nice als ze die hebben. is goed Oké. voor ons. Dit geeft ons even ademruimte. Spacen we die kool Okay. nu? Of nemen we Mexico? Ja. Ja, Mexico hoeft niet. Als ze die hadden, Ja, dan lagen we er al. wel. Ik zou die call nu spacen. Dan zijn we er vanaf. We moeten sowieso spacen. Denk, wow, dat is niet waar. Ik zou die call spacen. Vraag is welke kaart houden we over? Duck and cover is niet verkeerd om over te houden. Maar. Ja, Ja. dan denken we kunnen ook, er zijn plekken waar we met hand kunnen doen ook. Hè. We kunnen vechten over Zuid-Afrika, we kunnen Brazilië breken. Maar ja,
Ja, En dus. als je dan tijd genoeg voor al die dingen. Ja, of we kunnen effectief dingen doen als Irak breken en zo. Als zij, en dat is natuurlijk het gevaar, als zij ding hebben, Muslim Revolutions, en ze gooien ons nu Ja. uit Egypte en ding, zitten we natuurlijk Dus de ook in het land. ik denk dat op lange termijn gewoon niet meer volgende is om dat te gaan doen. Ja, wel, ik zou voorzichtig zijn met mijn. Maar ja, we hebben Ik sowieso weet misschien wel Tunesië. gespreid. Als zij Muslim Revolutions gebruiken, kunnen we ook wel nog naar Tunesië geraken. Om dan naar Libië te Ja. geraken. Ik denk dat ze moslims hadden, dat ze niet gans Israël gingen pakken. Nou, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Dus ja, ik stel nog steeds voor om te spacen, omdat we de ruimte hebben. Ja. Momenteel. En het zijn Papa. punten. Puntjes. We moeten niet vergeten de koeien. Waarschijnlijk in Zimbabwe. Willy Brandt is vrij neutraal. Het is één VP, wat ambetantig is. Maar we hebben Ja. overprotection in West-Germany, dus dat is positief. Tehran vind ik nog steeds een fantastisch event. Maar dat kunnen we bijvoorbeeld ook houden als onze headline. Hoewel, we kunnen ook overwegen dat ik een cover bij te houden. Omdat dat ook een sterke headline is, tout court. Ja, mijn klas, hoeveel bergen weg is, dus Ja, oké, het daar is is. Duitsers Midden-Oosten. Dat was altijd. Oh, well. Ik denk dat je gelijk had toen je zei van ze hebben Midden-Oosten, want dat is anders. Ja, Israël en is inderdaad moslim. veel. Nee, en niet-moslim inderdaad. Ja, Brazilië, maar dan nemen ze gewoon Argentinië. Maar dan kunnen wij een positie op Brazilië, een realignment op Brazilië inzetten. Ja. Zuid-Afrika is ook een optie, maar is wat ambetantiger. Kunnen nu ook gewoon onze coup uitvoeren met Willy Brandt op Zimbabwe. Doet niet zoveel, dus ik. Misschien wachten en Oh, wel. deze Brazilië, het kan zijn dat ze Uruguay pakken. Ik denk dat ik dan liever Uruguay probeer te koeien, als... ook al is het Oh, niet. wel, ja, nee, ik geef u gelijk. De Zimbabwe-coup is niet vreemd interessant, maar. Ja, is goed. Brazilië 1 en dan. Ik zal twee zelfs. Gewoon 2. Oh, oké, okay, is Een goed. beetje moeilijk maken voor hen. Is goed. Dat was Dat was UK. EU. Ah, EU. Kijk nog eens naar de kaartjes, hoeveel er zijn. 17, 14. Oh, god. Discord. Wij hebben er. Ja, nee. Wij hebben er 6. Dat is discarded. SPNTP. Die opties in Brazilië maken ons ook sterker in Venezuela, want Ja, Colombia is nooit garantie dat dat absoluut, bij je blijft. absoluut, absoluut mee eens. Ja, één sowieso. Ja, maar ik denk gewoon een beetje problemen maken voor hen. Ja, nee, Ik denk dat we extra oppakken. Ja. Sowieso hadden we niet echt een twee-op dat we wilden gebruiken. Dus. Joep, merci. Dus ja, we hebben nog 5 kaarten in hand, perfect. Wat is onze laatste AR? U2? Om dan. Doet Zuid-Korea breken iets voor ons in Azië? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dus dat is iets dat we kunnen overwegen als laatste AR. Oh, hoop ik eruit gekregen. Dat is opmerkelijk. Anderzijds, ze zitten Nou, natuurlijk in Dink. het was maar voor twee als we een prijs hebben natuurlijk. Ik zou durven Willy of Omid naar Uruguay. Twee erin. Ja. Ja, Gewoon. sowieso overgooien inderdaad. Maar sowieso Dan niet één is het Uruguay. weg. Ik zou gewoon twee Uruguay doen. Met ja. Met. Met Orman. Ik denk niet dat we gaan eventen. Ofwel. Nee, het hoeft inderdaad niet per Ja. se. Ik zou wel. Niet willen vergeten om ook naar Mexico te gaan. Liefst deze beurt nog. Ja. Willy voor de koeën. En dan. Ik zou durven één summit in Mexico. En dan U2, laatste AR. Één Mexico en één Noord-Korea.
Kitchen debates. Zijn actief. Argentinië. Ja. Oké, okay, nu Nope. kunnen we al relyen naar Brazilië. Ja. Als we Met dat doen. YouTube. Ja. Welke andere realignmentsposities hebben we nog? Algerije en Panama. Algerije. Ja, is goed. Goed bezig. Ja, is heel goed. Beter. Laatste Algerije. Ik denk Panama is meer risk-reward. In de zin dat ze Nee, daar geen Panama access. zeker niet. Waarom niet? Daar hebben ze geen We kunnen access. ons eigen verliezen en we krijgen Ja. ooit nog Panama. Ja, oh wel, daarom dat het minder belangrijk is als we ons eigen verliezen. Nee, Ja, ik snap al. het niet, want we maken het ons eigen. Als we kwijt zijn, dan is het gewoon. Argentinië kunnen we ook doen. Ja, maar ik ga eigenlijk altijd voor de beste odds gaan. Ik Ja, ga gewoon oké. rijden. Is goed voor mij. Ik bedoel, als ze moeten herstellen, is het gewoon al zo hard. Nee, is goed voor mij. En dit op mijn 3 is veel, zo. Ja. Het is 40% Nee, dat mee mijn eens. winst is. Oh, Ongelooflijk. Wat een rol. oké. Ja, anderzijds, ik ga. Wacht, wat was de rol, Tonus? Plus 2. 5 tegen 3. 5 Dus tegen 3, als plus ik 2, oké, okay, Argentinië ja. of zo pakken, dan is het Jawel. eentje weg. Nee, of twee weg. Nee, Twee weg. Argentinië was 2 weg geweest, maar Panama was minder goed Ja, geweest. Nee, maar is dit goed. was drie weg. Ja, content. Volgende beurt, Summit om Brazilië te nemen. Waarschijnlijk, ja. En dan Willy om ofwel Mexico te nemen ofwel Noord-Korea te breken. Ja, ik zou eigenlijk Duck gewoon gebruiken. Ik bedoel, ik Ja? ga toch niet headlinen. Waarom niet? Omdat hij wel Barry nog ergens is. Wel, daarom juist dat de holdcard is. Wel, we mogen ook niet vergeten de koeën, shit. Ja, is goed. Nou ja. Duck voor, wat is het? Dus gewoon Duck Mexico, Brazilië en Summit Koe Zimbabwe. Ja, nee, dan zou ik Willy Brandt gebruiken om te koeën. Ja, dat kan ook. Maar wil je wel spaceable? Ah, fuck. That's Oké, okay, daar gaat Mexico. annoying. Nee, we vierden hier al. Zou misschien Panama. Oh well. Prrrt. Ah, we Denk, moeten denk, denk. Algerije pakken. Oeh, Algerije ligt hier open. Ja, Willy, Algerije. Ja, nee, Willy willen we koeën. Ja, dan Duck, Nou, gewoon Algerije. druk. Daar, Dit. en waar is ons derde? Costa Rica, om naar Nigeria te kunnen gaan met Summit. Ja, nee, we moeten koeën, moeten koeën, moeten koeën. Maar zelfs dan nog, het geeft ons wat access naar Centraal-Amerika. Ja, dat kan wel. Moeten we iets in Europa pakken voor. Nee, We niet echt. zitten op Nee, dat 5, is zij niet zitten op handig. 2. Kans is Nee. vrij miniem. Ik denk zelfs, ja, Nee. als ze socialist hebben, dan zitten we sowieso gejost met dingen. Nou, Nee, Costa Rica ik is zou goed, in denk Costa ik. Rica doen. Gewoon om die optie te Al hebben. op dit moment denken dat ze Panama kanaal gaan leggen. En Wel, dan is. Maar. ja, maar ik vind, het geeft ons iets van aanduiding. En Maar, ik bedoel, als als ze ze Panama Panama kanaal kanaal leggen, leggen, is kunnen we Costa racist. Rica nemen. Nee, dat is niet waar. Dan kunnen we met één op Costa Rica nemen. Dan zitten we veel steviger in toch alignment. Kunnen we zelfs. Ik begrijp u, ik begrijp u. Het alternatief is wat. Wat er ook nog kan, is misschien wel zotter, is dit. Ja, ik vind het niet fijn om Brazilië op één te houden. Voor tegen Ja, we moeten koe-achtig. wat koelen. Nee. Maar ik begrijp het punt wel. Ja, ik vind Costa Rica, het threatens ook als ze Panama hebben, dat we dat kunnen nemen, tout court. Ja. Ja, het is geen makkelijke. Oké. Ik vind Centraal-Amerika een van de lastigste gebieden, tout court. Ik denk zowel als US als USSR. Ja, het is het minst Als. belangrijke, maar dit is wel een ideaal. Awel, awel. Ik heb Dat altijd het gevoel, als USA kun je daar alleen maar punten verliezen. Dat is ja, dat is waar. het enigste dat je kunt doen. Ah, die Nipti was irritant. Daar is Romanian. Oké, ja, maar. Ja. En nu, ja, Willy Koe op Zimbabwe. Dat is 2 VP, dat is te veel. Tenzij dat je, ja, je kunt redeneren, Willy is een punt dat je Alle opgeeft. NVP. Ah, oké, okay, nee. Ja, gaat de Willy dan nog vast? Maar ik weet niet wat er nog veel is om te spijzen. Ja, maar dat is nog genoeg om te Kan spacen normaal gezien. Che, cultural.
Korean Ja. War, Muslims, Portuguese, Quagmire, South African Unrest. Ik denk niet dat Willy Brandt ooit naar de ruimte vliegt. Geen nul, dat is ook iets. Het is ambetant om Summit over te houden, maar ja, het is wat het is. Locate is weg, ja. Oké, wij hebben tenminste Central America, dat is toch iets. En dat kunnen we weggooien met Asknots. Ik denk Azië ook. Jesus Christ. Jesus Christ. Hetzelfde voor Che. Brush War op Panama. Of, wat is wat headline? Wat is onze headline to court? Bear Trap. Brush War. Ja, Snake. Bertrand of Knot, Pushwar zijn de opties. Je kunt ook zeggen, we gaan meteen voor Asknot. Maar ik denk niet dat dat positief is. Ik denk dat dat meer iets voor in het midden van de beurt is. Want nadeel is dat in het midden van de beurt kun je nog iets hebben dat totaal niet gaat. Bear Trap geeft ons de coup, wat ons in Afrika een serieus voordeel kan geven. Ja, we zijn Angola nu wel lastig te koen eigenlijk. Ja, dat is waar, dat is waar. We kunnen ook Argentinië proberen. Ik weet niet wat een betere optie is, maar het is wel serieus opzij, want als we ze. Ja. Zeker Nee, als ze absoluut. niet in de trap blijven dan. Dat De is wel. trap is wel irritant, want we hebben nog niks van de goede kaart gezien, maar niks. Hè. Ja, vet, 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 Geen vet, vet, zones, vet, vet. geen. Brush War dan? Maar ja, het voordeel van Bear Trap is dat we Afrika veilig houden voor ons. Als ze Zaïre koepen, of ja, Nigeria waarschijnlijk niet, maar Zaïre koepen, zijn we Afrika kwijt. Wat ambetant is, om het zacht uit te drukken. Maar ik begrijp uw hesitation. Het is heel ambetant om Bear Trap en dan alle goede kaarten zien weglopen. Maar ze zitten sowieso nog op een laag space aantal, dus het is niet dat we daar. Alles. Ja, Uw keuze, Bear Trap of Brush War. Ik denk dat ze alle twee goed zijn en ik denk dat ze alle twee zorgen dat we Argentinië proberen aan te vallen. Juist. brush op Argentinië bedoel Ja, of Panama. Brush War is Panama waarschijnlijk interessanter omdat we je. Ja. Centraal-Amerika hebben en Ja. gaan weggooien, is dat weer minder interessant. Dus. Inderdaad, normaal zou ik die pakken, maar Well. ik weet niet of er nog iets gaat verschijnen dat wel brushen. Nee, echt. Vrees ervoor. ABM is altijd ambetantig. ABM is de reden waarom dat Brush War interessanter kan zijn, maar ja, het is hetzelfde met Bear Trap. Dus, kies maar. Ik denk dat het geen al te groot verschil maakt. Spijtig genoeg. Ja, we kunnen ook de Ask Not gewoon headlinen en de brush houden, maar. Het nadeel is dat zij dan ook weten wat ze moeten, waar ze geen focus op moeten geven enzovoort. Ja, gewoon brush dan. Dan heb je de Domination direct in Zuid-Amerika al zo heten. Ja, is goed. Dan kunnen we ook zien wat hun headline is. Small step. Fine. Zo. Weg. Come on. Panama would have been better. Ja. het is wat het is. Wat ben ik aan het missen? Nu is 9 kansen op 10 een koe en Zaïre, denk ik dan. Juist. Ja. Het Nou. laatst. Oh, mislukt. Oké. Nice. 5-year plan. Ja, 2 in Zaïre. En dan wat? Nicaragua. Ik vind dat geen slecht gedacht. I can Ah, agree. ja. Het is voor ons niet zo belangrijk, maar dat weten zij niet. Ja, het kan ervoor zorgen dat zij daar een coup uit plegen. Dus ja, Nicaragua is sowieso niet een vrij interessant ding, maar het verraadt ons hand minder. We moeten wel niet vergeten dat we niet te veel te laat als knot moeten spelen. Ja, Dus hier. normaal in de volgende action round. Wel, ja. Ik bedoel, Dat we is hebben een. maar één andere kaart dat we willen leggen, dus we kunnen daar wachten. Ja, een summit gaat ook weg, Ja, natuurlijk. hè. Alles nog een andere kaart, dus. Verdomme. Ja, de wereld ziet er niet al te verkeerd uit. Centraal-Amerika Verwacht ziet. je gewoon Nicaragua koop eigenlijk? Wel, dan hebben wij de ruimte om gewoon als knot te spelen. Ik denk niet dat ze in Nicaragua gaan komen, maar ik weet het. Ja, toch. Panama Ja. Canal. Ja. Goed. Dat is Panama Gun. Jup. Alles weg. Behalve Bear Trap. En waar hebben we? Afrika.
Afrika. Boys. Subs, maar gaat Jezus. niet meer lukken, denk ik. Boys. Ik Wat gaat niet denk meer niet dat het lukken? nog gaat lukken om de subs op Angola. Oh nee. Nee, gewoon op Afrika scoren. Subs is Dat dus wordt geen goed mooi. probleem. South African is eigenlijk niet al te slecht. Wat happy face. Ik ga een paar spellen terug. Bijna even sterke als Knot. Waarbij ik ook zo twee gigantische regio's. Ik denk dat bij mij Zuid-Amerika was dat totaal in controle was. Dat ik heb kunnen weggooien. Dat was zeer. Ja, die hebben zij waarschijnlijk toch in hun hand. Beurt 5. Welke klok spelen we? 90 minuten of 3 uur? 3 uur, denk ik. Ja, ik ging er wat naar. Maar maakt niet echt Wel, uit, denk ik. Ja, we zitten de kans al. is klein, maar ik weet het gewoon niet. Ja, Daardoor. ik ging ervan uit dat zo'n match altijd op 3 uur waren, maar Ik weet geen het niet. idee eigenlijk. Ik weet het niet. Maar ja, Goed. ik denk niet dat het veel zal uitmaken. We zorgen Nee, gewoon dat we op dat het einde niet niet. al te traag proberen te spelen. Het valt goed mee op het moment. Ja, Halverwege precies. mijn half uur. Ja, latere beurten zijn nog steeds moeilijker, maar ja, het begin is sowieso ook lastig. Onmiddellijk Afrika. Als het zo blijft, dan Ja. dumpen we die wel. Het gaat niet beter worden. Wel, nee. Wat kunnen we doen met Ach, Voice? dezelfde aanval om mijn voice mee te turnen, maar dat is. Nee, Nee. Voice in Afrika helpt niet. Ik denk Wat Voice helpt op wel? laatste jaar in Zuid-Amerika cleanen. Met Chili. Oh, China. Wat That's. gebeurt er? Wow. Oh, Ik zou. Kazachstan. Ik zou. Ja. Ja, maar pff, ja, het verschil is Okay. Zuidoost-Azië voor nul. Het ding is, Ja. als we Voice gebruiken, is het niet verkeerd om in Zuidoost-Azië te werken. Omdat we daar Ja. juist ja, Azië zelf ook wat mee kunnen klein krijgen. Maar we kunnen toch niets doen? Ja, nee, ik zeg gewoon van, als we Voice spelen, vraag ik me af Ja. waar. En dan denk ik, Indonesië en Mexico, 2-2, is niet per se verkeerd. Maar. Ja, ik zou altijd laatste jaar doen. Ja, maar het is vrij duidelijk dat zij Dit. Zuidoost-Azië hebben, juist? Ja, nee, natuurlijk hebben we zo'n. Ja, dat is overduidelijk, maar dat is oké. Okay, ja. Het is een nul-scoring. En Ja. vooral twee hops weg in Indonesië, dat is gewoon voor 1 punt. Nou, dat is de helft van de voice voor 1 punt, dat is echt niet waard. Oké, hadden we Ja. Indonesië later Ja. ook, maar En Azië ja. zelf komt toch niet meteen Ik beter op. zou altijd de voice. Ja, tussen Mexico, Chili, Argentinië. Wel, Ik denk zelfs gewoon vier hier. ik zal een Mexico-Argentinië doen. Ik denk, we moeten Centraal-Amerika moet er sowieso iets gebeuren. Zodat ik denk inderdaad, deze beurt aan Afrika Ja, scoring. nu is het gewoon dit, Joep, sowieso. joep. Nou, zij zou dat uit lab leggen. Ja, toont jij nog eens wat Dan kaartjes er weg zijn? Spacer waarschijnlijk. Dit. South African maakt niet uit. De South African spacen we niet. Ik wil de Botswana ook niet echt geven, maar wel. Maakt het een verschil met Afrika juist gescoord en wij sowieso al meer? Nee, misschien ook niet. Zuidoost-Azië. Oké, dan Quack Spacer, I guess. Quack gaat naar de ruimte, ja. Ik denk niet dat dat ooit een goed gedacht is om onszelf in Quagmire te gooien. Nee. Ja, de enigste ambetantige kaarten is nog One-Ops Malone. Ja, ik. Gewoon space nu, denk Ja, ik. mee eens. Dan blijf hier maar lukken, dat space. Quagmire gun. Kijk je nog eens hoeveel kaarten er weg zijn en zo? 31, 22. Ah. Klopt het? Nope. Maar ik had er Ach. nog 4. En kijk ook nog vergeten. Ik ben Zuidoost-Azië juist. Dus Zuid-Amerika en Europa achter scoren en staan op plus 9. Nee, Kunnen we ik misschien zit. ook Chili inderdaad. Ja, ik denk Zuid-Amerika pushen is inderdaad het beste idee. Tout court. Ik denk 1 in Costa Rica is zoiets dat je eigenlijk wel wilt doen. We hebben geen koes meer nodig. Ja, maar dat is allemaal niet dringend, hè, want Nee. hier is het weg. Is Nuclear Subs onze hold voor volgende beurt? Of Denk het wel, ja.
Het nadeel is natuurlijk dat je in Afrika sowieso minder wilt koeien, omdat het allemaal blauw ziet. Maar het is sowieso een sterke kaart. Maar ik ben hem eens. Ja. Alternatief is bear trap houden voor de volgende beurt. En dan onze headline gooien. Ah ja, dat kan ook inderdaad. Ik heb altijd het gevoel dat Nuclear Subzone. Het is gewoon een lastige kaart voor de USSR. In plaats van dat het een goede kaart is voor de US. Ik denk dat je daar snel in vast kunt zitten. Zeker als we zo sterk staan in Afrika als we doen. Ja, maar dan nog zo een gratis koe krijgen op Angola is nooit vreselijk. Ja, maar dat stelde dan als we Beartrap zouden gebruiken. Denk ik dan. Op dit moment. Zo. Wat is ons volgend actieplan? Wat willen we doen? Bereiken. We hebben nog twee beurten. South African Unrest en. Wel, drie beurten, sorry. South African Unrest, Nuclear Subs, Voice. Suriname Space. Ja, natuurlijk ook laatste jaar bijtrappen en Voice nu gebruiken En dan zodat Mexico. we maar op zich Mexico boeit nu echt vergeten. Nee, maar het gaat uiteindelijk wel boeien, dat is het probleem. Ja, we moeten ze wel wegdoen, maar als dat het enige is dat we het Voice halen, Ja, zo be it. ik vind dat niet per se een slecht ding om het voice te halen, of wat. Ik zou realignments op proberen zetten. Zeker op Panama. Ik zou sowieso, als we opspelen, één ops Costa Rica. En dan wat, één ops ergens anders. Ja, daar ben ik nergens op zitten. Ja, Europa verstevigen tegen Brush War op Italië. NATO is niet in effect, dus ja, Spain-Portugal nemen, bijvoorbeeld. Het is niet per se de beste op. Alternatief is om in Zuid-Amerika nog meer te doen, maar dat is ook wel onnozel, denk ik. We moeten iets doen. En ik zou South African Ze hebben Unrest sorry gebruiken. gespijst, dan hebben ze nu geen grijnscel. Nee, normaal gezien niet. Maar ik zou Dus nu sorry, nog dat is niet. eigenlijk niet de ergste kaart. Wat, het is een ambetantige kaart toch? Maar Ja, natuurlijk, met maar. China gespeeld, betekent dat ze misschien Nixon hebben. Die kans bestaat wel. Ik zou Nuclear Subs of South African Unrest gebruiken om 1 in Costa Rica en. Wat dan? Zullen we eigenlijk gewoon de Voice nu doen? Dan kunnen we ons ops in Mexico zetten. Ik zou. Ja, nee, is goed. Is goed. Voice. En de bijtrap voor het laatste jaar. Ja, is goed. Aangezien dat ze nu geen grijnscels hebben. Ja. En dan zijn we ook al verplicht nu daar te herstellen. En dan. Want we hebben nergens iets te zetten. En ja, Mexico is toch wel beter om te pakken dan Costa Rica. Nee, op mee eens. Het voordeel van Costa Rica is dat we dan één land zouden hebben en een betere realignment positie hebben, maar Mexico is veel beter. Absoluut mee eens. Ja, het probleem is, het is een Ik heb rare. ook altijd een verruiming cool, maar Ja, doet niet echt veel. Doet niet echt veel. We hebben nog twee beurten, juist. ja. Voor de sanity check. Flower power. Ah, Ja. is het dan niet Ik zou gewoon South African Unrest in. Of Nuclear Subs. Ik denk Nuclear Subs houden voor volgende beurt is waarschijnlijk interessanter. In Mexico. Ik Maar denk ik niet zal dat. misschien eerst het hier bent geven. Ja, is goed. Maakt normaal gezien geen groot verschil, maar het helpt Nee. natuurlijk minder informatie voor hen. Hoewel het denk ik vrij overduidelijk is wat we willen doen met onze punten. Ah nee, nu heb ik wel 34, 22. Ah ja, maar ik ben 1 hem kwijt. Ergens. Maar ja, doet er niet toe. Machine gelegd. Ik denk dat zij JP2 misschien hebben. Maar anderzijds is het sowieso een goede kaart om je voor te bereiden. Ah, Kitchen Debates. Die ben ik weggedaan. Gotcha! Dus ja, next AR, Bear Trap. En dan hebben we misschien nog een heel interessante headline. Nadeel van Bear Trap niet in de headline is dat ze het natuurlijk weten.
Maar anderzijds, ja, veel verschil gaat Ja, dat maar normaal ze gezien niet kunnen niks maken. doen. Wel, zoals ik zeg, veel verschil gaat dat normaal gezien niet maken. Ja, is Nou, inderdaad ik ook sportpoint. relevant, oké. Voilà. Okay. Dat verklaart China. Wel, dat verklaart vooral ook waarom dat ze zo die gespaced hebben en niet gewoon gebruikt hebben om ons China te geven. Ah, daar zijn de Oké, scores. Europa en Zuid-Amerika. Wat een. Oeh, OS. OES is heel sterk, het feit dat ze gekuitmaaierd zijn. OS hebben over Zuid-Amerika. We hebben wel Lone Gunmen. En we will Ja, bury you. dat gaat niet gewoon winnen. Ik weet Is niet dat zeker, genoeg? nee. Maar Dat is net nog 6, meer, denk ik. 5. En dan was Zuid-Amerika, als we het winnen, is het plus 3, 4. Ja, 4, 7, 5. hè? 7, 7-0, hè? Zij verliezen 1, wij krijgen plus 3. Ze hebben niks. Het is domination plus 2. Ja, we hebben niet. Ah ja, op die manier. Ja, Hebben is jullie goed. twee Ja, schiffen, ja, 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 ja. Maar we kunnen hè? sowieso zien Ja, wat we zij doen. Oh, how I learned. Interessant. hebben Ja, nog geen. Oké. OIS, OIS sowieso. Ja, het is gedaan. Ah, we moeten nog deze kunnen scoren, maar oké. Dat zou Ja, moeten lukken. we zullen zien. We Ja, zullen zien. sommige vijf, maar dat slaat ook naar in. Nee, ze gaan hem gewoon op twee zetten. Nee, ze zitten in bear trap, hè. Ja, inderdaad, als je helemaal weghaalt, dan hebben ze niks. Ja, twee battlegrounds, Jezus. 7-0, Jezus Christus, 16. wat een spel. Ze twee punten kunnen scoren, maar ik Nee, weet dat gaat niet, niet. ze zitten in bear trap. Tenzij dat ze alleen maar one-up kaarten hebben aan Van scoring. onze eerste scoring bedoel ik. Ah, ja, op die manier. Ja, nee, dat is waar, dat is waar, waar. Ja, we missen inderdaad. Ja. Als ze nu blijven zitten, is het gedaan al. Camp David geeft ons ook sowieso nog 1 punt. Tout Dat is court. waar. CMC is altijd interessant. Daar is grain sales weg. South America scoring. Joep. 7 punten. Ja, ze moeten meer dan 2. Ja, ze moeten 3 punten scoren. Joep. That's a very. Ja, een gelukske, maar. En dat is dus het voordeel van bear trap in je laatste jaar te gooien. Ik heb hem. Oeh, daar is 3 punten. Andere. Kunnen we Europa aanvallen? Maar ik zie niet echt. Oh ja. Ze Ze kunnen gewoon. hebben 3 in East dinges. We hebben 1 punt nodig. Hoezo? Ja, oké, Europa, ja. We will bury you moet naar space, we hebben altijd nog de kans op space. Europe scoring gewoon Ah, ja, dat is spelen. ook waar. Europe Ja, scoring over spelen Europa gewoon. zeker. Ik Ja. denk niet dat we iets Nee. dringends moeten doen. Maar ik zeg, het enige dat je zou kunnen overwegen is om Europa aan te vallen om meer punten te hebben. Maar we hebben Ja. niet zo'n fantastische opskaarten. Nee, je verliest Dat, gewoon op daarmee. en Warschau is er ook naar achter Europa spelen, ja. Ja, is goed. Vooral de gunman, dat is, als we niet winnen, Ja, dat is onze zitten we daar hold. dan. Dat is Dus als we niet sowieso. investeren naar Comic-Con, dan kunnen we daarmee Europa niet gaan vallen. Ja, nee, absoluut. Dat is wat ik ook zeg van. Ja, bury you naar space. Too late. Oké, wij hebben Gunman, we'll bury you, We CMC. missen in Assault, Gunther, ABM, Missile Envy is nog Israël. steeds niet weg. Nuclear Sub, 76. We moeten misschien wachten, maar we willen Barrier Space. Waarom? We moeten die kaart sowieso spacen. Als ze komen, als ze. Ik kan onze Missile Envy niet leggen. Als ze Missile Envy spelen, geven ze Comic-Con. Of Cuban Missile Ja. Crisis. Comic-Con is waarschijnlijk beter. Dus Ja, ja. CMC gaat ook op zich. Nu, er is geen haast bij nu. Ja, opnieuw, als zij kaarten hebben die hun punten kunnen geven, wat zit er nog in dat punten zou kunnen geven? Niet echt veel, Jesus. Olympic Games. Salt voor een of ander raar ding. Olympics kan de boycotten, hè. Oh, even deze Korean inderdaad. War. Oh. Dat zit erin. Ik zou sowieso spacen.
Om te kijken of we die punten Moeten we halen. niet eerst iets op de map doen, gewoon, like Argentinië pakken? Met Cuban Missile Crisis dan. Ja. Ja, is goed. Of met Comic-Con zelfs eerst. Nee, ik zou Comic-Con houden voor Missile Envy. Ik zou ze liever deze geven dan, denk ik. Die doen niks. Normaal. Nee, oké, Maar dus. het Maakt niet maakt veel geen uit. verschil. Het maakt geen verschil, hè. AMD is ook nog achter trouwens, dus ze moeten Chili niet aanvallen. Nope. Dat was Cuban Missile Crisis. Yep. En zij hebben. Was het, oh ja, ze hebben Grain Sales trouwens gespaced. En dat was Korean War. Gelukt was. Maar ja, opnieuw. Als we spacen en Camp David, hebben ze nog steeds gewonnen. Hè. Het is opnieuw. Ja, dat weet ik, maar... Dan hebben we nog wat Comic Con en Nuclear Subs. Ah, Nixon is ook nog missing, toch, hè? Ja. Ja, er zijn nog vrij veel blauwe kaarten missings, hè. Gewoon rood is alleen Allende, Muslim Revolutions en Portuguese Empires. Neutraal, ABM, Junta, Missile Envy, Olympic en Salt. En dan Wacht, US. zo zou ik elkaar niet volgen. Dus Missile, IBM, Intel, wat nog? Assault. Salt, Olympic Games, Missile Envy, Junta en ABM. Ja. En de blauwe, Nixon. Nixon, JP2, de Pope, Defectors, Puppet Governments, Shuttle Diplomacy en Colonial Rearguards. Allemaal kaarten die Ah, niet die. al te veel doen, maar bijvoorbeeld JP2 geeft ook weer een punt. Nee. Nee, geeft geen punt. Nixon, nee. Nee. Defectors geeft een Ik heb punt. ja. De Puppet, CRG, Defectors, de Pope. Wat was het nog? De Nixon, verenigde staten. Nixon Shuttle Diplomacy. en a Shuttle. En dan de rode, dat was Allende, Andrew. Muslim Revolution en Portuguese Empire's Crumble. Als 14. Ja, dat moet. Ja, opnieuw. Als we onze space roll. Wat is de space roll? 1 tot 3. 1 kans op 2. Hetzelfde als hun. Ja. Hetzelfde als hun Korean War. Als we die halen, dat dan Oké, winnen maar we. we moeten ervan uitgaan dat we hem niet halen, want... Ja. CRG, die doet wel echt weinig. Yep. Ik zou dus nooit durven in Azië wat dingen. Ah, dat doet ook zo weinig. Dat één Nou, bij in Burma. Nigeria sowieso. Burma wil ons halen. Ja, Burma sowieso. Nigeria. Je kunt overwegen om die one steps, Vietnam, Laos, Cambodja en dingen in te zetten, zodat we die kunnen overnemen met Comic-Con. Dat is Nee. een. Ja, het kan Azië ronddraaien. Niet per se, maar is wat. En dan nog één extra in Zuid-Amerika, één in. Ja, het doet allemaal niet veel. Ik geef u gelijk. Dit, I guess. Ja, het doet allemaal niet veel. Nee. dat is de spijtige van de zaak. Angola kon op zich ook wel gewoon eigenlijk. Daar gaan we nog wel eens scoren. Ooit misschien. Ja, feit. Die gunman is het grootste probleem. Hè. Dat is de manier dat we Ja, in verliezen, absoluut. denk ik. Nee, vandaar dat ik eigenlijk graag wil zien of dat Barry U naar space geraakt of niet. En ik zou dat Ja. eerder doen in plaats van later. Wat is het verschil dan? Ja, dat we het weten. Dat we andere Ja. prioriteiten kunnen stellen in plaats van het Ja, maar is. je moet ervan uitgaan dat we hem gaan missen gewoon. Want als we hem winnen, is het gedaan. Ja, wat doen we dan? Birma nemen? Dat doet ook niet veel, hè? Nee, Burma niet nodig. Wel. Denk ik vooral 1, 2, 3, 4, 5, Nee, het is niet 6. genoeg. Nee, dat doet niks. Is Formosa nog steeds actief? Ja, Denk ik. het doet niet veel. We hebben nog geen China gehad, even Nee, zijn het. mee in beurt. Maar... Ja, Taiwan doet ook niet genoeg, hè. 1, 2, 3, 4, Moet een 5, Yaku 6. ergens wel? Ja, sowieso. Maar dat is nuclear subs op Botswana, Nicaragua. Ja, ik kan ook subs leggen en Comic-Con op. Nee. Maar ik zie ook niet echt een target zijn. Wel, dat is het probleem. Ik zou space gooien. Het is zo Ja. weinig dat we doen.
En dan weten we of dat het is of niet. Ga man. Teasers. Teasers. Het nadeel is dat we nu verplicht zijn Comic-Con te houden voor het laatste jaar al. Ja. Nou, dat was sowieso. Is minder flexibel, maar Ja, op zich ook ja. echt deze eventen deze cool, dus maakt nog niet Space zoveel uit. Dus. op het laatste is sowieso niet echt vreed attractief. Nee, Ik dat is denk, ook kan wel waar. David sowieso voor event? Ik kan David zo'n event, Sub sowieso cool. Op Nicaragua zeker. En dan zien we wel wat Er dan het zijn laatste jaar niet is. veel driops nog over. We hebben nog Shuttle Diplomacy, SALT, ABM en Muslim Revolutions. Dus het gaat nog nipt zijn. Nipt voor. Om te winnen voor late game, late war. Ah, zo Dat is ja. Muslim Revolutions. Door onze eerste spacekaart. Ja, Camp David. Hoewel, wacht. We kunnen ook gewoon twee in Jordanië zetten. Ja, nee, maar dat is even onbetant. Ja. Dat is even Ja, onbetant. dat Ja. moeten ze herstellen, Nee, dus. is goed. En we moeten niet vergeten die En poepen access terug naar goed te Saudi-Arabië gooien. is echt wel mooi. Nee, absoluut. Ja, datzelfde met twee in Jordanië te Ja, zetten. natuurlijk, Maar, maar want dit brengt ook absoluut. Israël. Nee, mee eens. En ja, Camp David moeten we sowieso spelen, dus dan is het onbetantig om extra in Jordanië te zetten. Dat dan toch te veel is. Maar ja. Als ze Saudi niet zouden, als ze niks zetten, Ze pakken blijven het we dan wel. komen dan eerst? Nee. Want de. Het zal mij serieus. Het zal mij enorm verbazen, moesten ze Comic-Con. Dat is Moesten ze het pakken. Oh wel. oké. Zie. Ja, Ik ik dacht ook al als het ging doen. Ik denk Nuclear Sex Oké, for the Coup. cool. Nicaragua. Waarschijnlijk het beste, ja. Ja, sowieso. Ah, Wel, goede realiteit het is in maakt Cuba. niet veel uit, maar inderdaad. Ja, dit maakt wel uit, denk ik. Ah, ja, dus het breekt Centraal-Amerika domination. Ja. Het geeft een Ja, dat positie is op Cuba. Goede rol. Shuttle, Shield. Er is nog, Jesus, niet veel kaarten om te spacen. We zullen wel zien wat er allemaal gebeurt. Dat is ook niks meer totaal ridicule. Niks meer space. Helaas, dat waren twee punten. Nee, het is geen 2.0. Ze zijn Ah, nee, oké. second. Okay. Nee, dat was China pakken, dat was een belangrijker. Ah, ja, op die manier. Ja, absoluut. Ja, Comic-Con. Oké, kan ik Cuba inleiden? Ja, dat is goed voor mij. Het is niet dat we Dat is ergens op nog zich vreed niet veel slecht. opties kunnen Wacht, we hebben nu bijgooien. juist uitgelegd, maar niks. Je kunt in C ook Israël aanvallen en daar 4 3 punten in gooien, maar pff, ik weet niet wat dat toch Nee. nog de moeite waard is. Nee. Ja, realignment is goed. Het gaat nog een interessante beurt worden. Ja, kunnen we scorings komen? Hopelijk Reshuffle. geen Azië. Kunnen we iets doen aan Azië? Nee. Nope. Wacht, als we Burma pakken, Shuttle Dip is actief. Dan zijn we wel op country count. Taiwan nemen. Dat kunnen we Of wel. Taiwan zelfs. Taiwan nemen Ah. kunnen we wel doen met Formosan actief en Shuttle. Ah, dat is eigenlijk wel nice. Dat is waarschijnlijk beter. Ja. Momenteel. Het is wat vloe. Maar het is beter omdat het nu enorm veel punten is. En we zitten zo Ja. dicht. Ja, mee eens. Ik denk dat het goed is. Ja. Oeh, IBM ABM. komt daar. ABM. En Allende. En Israël. Dan zijn we de IBM kwijt, dat is ook Soft mooi. Envy. Adelaide Charlton Plaza. aan hun kant. Defectors aan Chief. hun kant. Nog niet in de. En hebben ze nog Plaza. Olympic. Defectors, De Charles. GP2, ja, Olympics, Portuguese Puppets. Empire, Puppets en Salt. Dus Salt gaat om de tand. Ja, nee, Salt is alles juist discarded. Dus betekent dat we dus ABM niet te vroeg moeten spelen. Hey, Summit is terug, hoera. IP War is ook niet slecht. Truman doet niet al te veel. We kunnen serieus vechten voor Europa, maar ik denk niet dat we in de positie zitten dat we dat moeten doen. Quagmire gaat naar space. Hey, Quagmire. Wat is onze headline? We kunnen overwegen, aangezien we op 17 staan, en om als zij hun headline niet
Defcon Degradant is Lone Gunman te headlinen. Het is een serieuze. Ja, we zien de headline. Ja. Oh, Jesus, tweede keer Muslim Revolution. Ja, ik zou gewoon Lone Gunman headlinen. Dan zijn we ervan af. En dan zijn we zeker dat we daarmee niet verliezen. Want ik denk de grootste kans om nu te verliezen is Lone Gunman. Juist? En dan tonen we deze prachtige hand al in, dat is ook leuk. Wauw, ja, kunnen ze het mee doen wat ze willen. Maar, allee ja, Het is... dat is mijn gevoel nu. Ik We hebben denk. er genoeg voor om dat te doen, denk het wel. Hè. Ik. Er staat er genoeg voor om dat te doen, hè. Ja, Ja. ik denk, we staan juist zoveel voor dat het geen zin heeft om het allemaal te riskeren. Is Dan wat ik akkoord. bedoel. Oké. Zullen Muslim Revolutions. Olympic Games was ook een goede headline voor ons geweest, hadden we die kaart gehad. IP War is sowieso interessant om te eventen. India Ja, aan. maar ze gaan waarschijnlijk Burma vrij rap herstellen, maar Ja, hopelijk. Oh ja, misschien dat waarschijnlijk. nog kunnen doen. Maar dus het is sowieso een optie. En als ze Burma niet herstellen of doen, of niet genoeg, kunnen we ook kijken naar Midden-Oosten, daar toch iets beter te staan in plaats van Libanon. Ja, dat is natuurlijk wel het probleem. Als ze Libanon koeën en dan meteen Midden-Oosten hebben en spelen. Maar ik denk dat dit de juiste beslissing is. Ik denk niet dat we ons daar moeten op fixeren. Ja, opnieuw, de grootste kans om te verliezen is nu met Lone Gunman en onszelf in een Defcon trap zetten. Oh, dan hebben ze zelfs een goede spacekaart getrokken. Yep. Dat was niet Nee, vanzelfsprekend. nee, absoluut niet. Allende is ook waardeloos, dus dat is ook positief. Het is ook Ja. waardeloos omdat het maar een 1 op is, maar zwart. Dat is een ander verhaal. Ik wil niet klagen, we hebben IBM en goed. Ja, absoluut, En de absoluut. missen hadden we IBM niet kwijt. Zeg. Ja, wij hebben Missile Envy dus. Hoi. Zij hebben ook Salt, mogen we niet vergeten. Ja. Dat betekent dat we Maar IBM. Salt is keihard tegen IBM, tegen Missile natuurlijk. En ja, het is juist een reshuffle geweest, hè, dus ja, Wel, Burma is misschien ze hebben 6 kaarten. Hun headline was één die we niet kenden, dus ze hebben nog 2 onbekende kaarten voor ons. Hun hoogste kaart ja. op dit moment is Salt. Dus tenzij dat ze daar effectief een hoge kaart van het een of het ander hebben genomen. Ja, op de andere lijst zijn twee ops. Ja. Dus Oké. dat is allemaal zeer onduidelijk of wat het precies zal zijn. Puppet is interessant voor Haiti. Centraal-Amerika, inderdaad. Altijd positief. En wie weet, Midden-Oosten, als ze het niet Ja, allemaal mensen, nemen, ik kan wel dit vullen maar voordat we wel, dat krijgen. de kans is groot. Europa is het misschien niet slecht. Ja, ik weet niet, Europa. Peru kan nog. Ja, maar opnieuw, ja, puppets. Oké, ja, ook okay, wel gelijk acties aan Peru. We hebben sowieso access aan Peru. Ik denk vooral Centraal-Amerika interessant. Weet je wat dat zat is? We hebben een steen in Colombia gezet en die is nooit gekocht. Hoe Ja. vaak gebeurt dat? Bup, zwijgt. Ja, het voordeel was dat we snel naar Venezuela zijn geweest. En dat zij dan Brazilië zijn aangehad. En dat wij dan niet die beurt, maar de beurt daarna Brazilië hebben aangevallen. Dat is zo het grote punt. Ik denk als zij. Oh ja, het probleem is. Dat was ook een RSP-beurt, dus Ja, als zij ik heb het Colombia gevoel hadden dat ze toen gekoend. gemakkelijk Colombia konden kopen in plaats van, was het hier Cameroen dat ze toen gekocht hebben, vond ik dat ze Colombia moesten kopen voor Nee, die lange positie op. absoluut. Maar ik denk dat ze in Afrika ook verder achter zaten. Dat Ja, maar dat ja. problematischer was. Ze hadden meer te Oeh, winnen in Jesus. Zuid-Amerika. China Card Coup. Mexico. Oh, dat doet pijn. Ja, Jezus. Wat doen wij? Junta? Voor een realignment op Panama? Ja, nu nog niet. Nee, nog niet. Liberation zit er nog steeds in, dus ik zou Mexico sowieso proberen nemen deze beurt. En desnoods gewoon Missile Envy daarvoor gebruiken. Missile Envy gaan we toch niet eventen, juist? Nee, dat is waar. En. Maar ja, de dreiging ervan maakt wel dat ze niet kunnen salten voor Muslim terug. Als ze salten voor een tweede keer Die moeten ligt missen. trouwens ook open hier, hè? Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar IBM kunnen we niet gebruiken. Ja. Moeten we niet gewoon IBM ops? Ja, wat is dat dan? Egypte, Mexico. Ja. It always feels wrong.
En opnieuw, ze hebben salt. Ik zou IBM nu niet meteen gebruiken, juist omdat ze salt hebben. Dat is zo'n Nee, dat snap probleem. ik juist goed. We hebben niks te doen met IBM. Dus het feit dat ze salt hebben, maakt juist dat we nog eens kunnen een buffel gaan koelen. En je wil niet wachten met je Nou, koelen tot. koeien met wat? Met 2 ops en 1 ops? Ja, Onder salt. Met salt op min 1. Nee. maakt niet uit. Het is toch een klanter koe op een stamlandse. Nee, ik zou. Ik denk dat Egypte Maar en nee, ik. Mexico dus belangrijk zijn dat we hebben niks anders om mee te pakken. Ja, oké, okay, is goed. En Egypte willen we toch absoluut naartoe nu, Oh ja, en nee, Mexico ook. het is waar. Met salt kunnen we inderdaad wel Missile Envy houden en threatenen om Ja, IBM af. dat Ja, is allemaal wat oké. anders dan zonder Ja, iedereen buiten staan. oké, nee, heel goed. Ja. Dan hebben we echt een probleem. Nee, mee eens. Ik denk dat we missen echt tot de laatste een jaar moeten houden. Ja, Quagmire moet ook naar de ruimte, sowieso. Ja. Beter snel dan laat, in de zin dat als we Ja, een beurt hebben dat waarbij zou we niks kunnen moeten zijn. doen, als het succeedt, dan zijn we gewonnen. Dus ik ga er wel mee eens, dingen als wat is het, Libië nemen is geen slecht idee. Tenzij dat zij Israël nu nemen. Maar ja, in het algemeen, ik denk niet dat ze Middellandse scoring hebben. Jammer voor hen. Ja, anders hadden ze hem al gelegd, zeker, denk Wel, ik. voilà. Of naar Egypte gegaan, een van de Oeh, twee. heel goed dat we Mexico. Jezus, dat was een Ja, dat heel. kunnen we wel niet meer. Ja, wat. We hebben geen goede 2 ops om te doen. Ik zou spacen, ja. Zien wat geeft. Niks dringend nu, hè? Wel, nee. Nee. Libië is het enige, maar daar hebben we ook geen goede kaarten voor. Oké. Maar dat kunnen we eigenlijk. Maar ja, ik denk dat het beter is om veilig te spelen. Nee, absoluut. Ja, je moet ervan Absoluut. uitgaan dat je mislukken Dat altijd. was Central America. Yep. Scoring. Nee, het is breed. Oké, maakt dan de realignment positie op Cuba vrij nutteloos geworden is nu. Ja, ik zou zorgen dat we Allende spelen en dat we Junta ofwel houden, ofwel kunnen gebruiken voor realignments op Chili. Ja, ik denk niet dat we Chili ooit gaan realignen, want we staan belachelijk ver voor, dus Nee, we moeten mee gewoon de eens. domination houden. Maar vandaar ik zit luid op te denken wat we met Junta willen doen, te koer. Ah ja, dat is Of dat we waar, dat dat is willen waar. houden of niet. Ik denk IP War willen we sowieso wel proberen, juist. Als het lukt, als we een 6 gooien, dan ja, opnieuw winnen we. Ik Makkelijk denk dat zat. we komt, als het kan, dan wel een hele vervolgende beurt. Ja, is goed. Missile Envy, Last AR. Hebben we nu 3 beurten met 1 op. Dus we hebben nog 3 ops in totaal. Naast Missile Envy op laatste beurt. Wat doen we daarmee? Ja, 3 keer 1 op, hè. En Yep. pet event, denk ik, hè. Ja, absoluut. Absoluut mee eens. Maar Ja. wat doen we met Ja. onze one-ops? Is mijn voornaamste vraag. Ah, geen idee. Hoe ziet Europa eruit? Dat zie ik zomaar half. Ja. Het heeft niet echt veel Ja, nut om we kunnen daar. Spanje pakken, inderdaad. Wel, ik vind het niet slecht Tegen om een brush war. Spanje te pakken tegen Brushwar. NATO Zelfs, ja. is nog steeds niet actief, dus. Nee. Moet inderdaad eens gebeuren. Daar is Olympische Olympic Games. Games. Anderzijds, countercruise op Colombia is Ah, ook niet oh, slecht. nice. Ik zou Frigates. Allende gebruiken. Allende moet eruit. Het maakt geen groot Maakt dat verschil. uit? Maakt, Ik zou ook ja. nog iets zeggen aan hem. Maar ze weten dat we Allende hebben, ze weten niet dat we Summit hebben. Ja, dat is waar. Oké, nou, goed punt. Hoppa. Dat is ongeluk voor hen. Die 2 op hun China Card coup is enorm. Als ze daar een 4 hadden, dan hadden wij nu op 8 punten gestaan. Nee, 6, 12 punten gestaan. Dat is echt wel een enorm verschil. Ja, nee, niet per se omdat we Junta hadden gebruikt om Mexico te realignen waarschijnlijk, maar dat is wat. Ja, dat is natuurlijk ook het punt. Het probleem is, Junta heeft goede realignments in Centraal-Amerika, maar. Ja, willen we die daarvoor gebruiken, is zo de vraag. Ja, voor wat gaan we ook anders? Ja, gewoon door Wel, Defcon te lowen eigenlijk, hè. volgende beurt Defcon lowering, Argentinië of Panama. Waarschijnlijk Ja. Argentinië.
Ja. Met dan wat twee ops in Peru om het gewoon wat warm te maken. Of twee ops in Ja. Haiti om toch ook die realignments te forceren. Kan ook. Wat is onze volgende? Volgende is discard kaart op Space, juist. Ja. Dat is Nice, smart. thanks. Voor ABM, ja, dat is Missile Envy. Oké, dank u. Maar ik vermoed dat ze dan een Dat is vierde, een lange. ik vermoed dat ze dan NATO hebben. Dat is het enigste dat of RSP, Oké, maar we dat moeten lijkt toch wel een signaal. ja. We hebben nog één kaart niet gezien, En dus. We Will Bury You doet niks voor ons, dus dat is positief. We kunnen ook realignments overwegen, omdat we nu in zo'n ridicule situatie zitten. We kunnen koers overwegen in Azië of Midden-Oosten. Pakistan, denk ik. Dan zou ik eerder voor Iran gaan, maar ik weet het niet. Maar Azië is belangrijker. We kunnen ook Griekenland Ja, worden. maar Maar. Azië is op dit moment. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar we zitten sowieso op 5, dus het gaat sowieso naar 4. Het is sowieso wel interessant. Je kunt ook gewoon zeggen van Afrika, Full Monty, maar ja, Zuid-Amerika zit sowieso in een Nou, slechte positie. ik had er niks Helpt meer niet nodig echt. dan elimination. Ik zou gewoon de twee regio's, ja, zo die twee regio's. Ja, ik zou Dan eerst. denk ik Ik wel zou. iets te drie punten hebben. Ja. Het risico van Azië kwijtgeraakt, dus Ja, dat is sowieso ook. een van die twee landen. Ja. Kies maar. Zo, Pakistan. Is goed. Mijn benoemste hebben ze zeker niet nu aan. Jesus Hopla. Christ. Oké, okay, dit is niet meer grappig. Drie land worden daaruit, maar I feel actively bad. drie jaar India nog. Nee. U let wel op shuttle diplomatie is actief. Wat Ja. betekent ding is. Ja, ik vermoed dat zij gaan realignen. Dat is wat ik zou doen in deze positie. Ja. Of Thailand aanvallen. Maar ze hebben alleen maar Missile Envy. Oh, Ja, dat is niet genoeg. Ja, ik zou de laatste coup wel aan ons houden. Panama is. Nee. Ja, gewoon gewoon. eentje in Afghanistan. Ik zou coupen. We staan te sterk in Afrika om hen nog een coup te geven in Afrika. Ik zou Iran durven coupen met een one-up. Het maakt niet veel uit. Het gaat erom om Defcon naar beneden te trekken. Ja, zowel altijd aan gewoon hond. Ja, Angola is vier ops die erin steekt. Veel verschil is het niet. Het is letterlijk hetzelfde, denk ik. Maar ja, het is egal. Ja, zes plus Maar eruit te wel, halen. ik zou Iran, Nog best goed eruit te het is halen. juist hetzelfde. Het gaat er gewoon om Defcon te lopen. Zaire is dan misschien geen een beter idee, omdat je ze dan daar wegkrijgt, toekoer. Ja. Oh ja, ik zou sowieso koeien om naar beneden te halen. Bahiram is oké, okay, denk ik dan. Maar je hebt gelijk, het doet niet veel. Dus dan is het inderdaad interessanter om. Eentje in Afghanistan kan ook echt wel. Ja, maar als we ze kunnen sowieso niet meer realignen, hè? Ik wil ze de koe niet geven. Oh, ik zou ze de Oké. koe niet geven. Ja, dat is fijn. Dat was Summit. We hebben nog Junta, IP War en Truman. Ja, we zullen toch naar die mijne was meegerekend. En zij hebben nog vijf kaarten. Eén kaart die we niet weten. Puppets, Portuguese Empires, The Pope en Defectors. Defectors kunnen ze eigenlijk niet spelen omdat het te gevaarlijk is. Denk daarom maar Quinta gewoon Libië gaan pakken eigenlijk. Ja, mee eens. Mee eens. Dan verliezen we nergens meer. Well, ze pakken Israël Vooral gewoon met waarschijnlijk. IP waar, dat kan ook. Nee, IP War moeten we spelen voor het event. 5 of 6 wint ons het spel op dit moment. Dat is te krachtig. Defectors naar space. Te verhoogd was. Joep. Dat is het beste otsen, ja. Nope. Altijd eentje te weinig of waars. Dus ja, inderdaad, ik ben het er niet eens, Junta. Ja, Junta naar Libië is te. Ja, Zeg, tenzij dat maar ze. ik denk liever om van boven de defcon te laten.
Wel, het is heel goed. Ik denk zeker als ze Israël zouden opnemen, wat ja, likely is. Ja, we kunnen ook gewoon met Truman Jordanië nemen. Nee, dan zitten we in hetzelfde systeem, want ze hebben, Truman Shuttle is actief. Gaat het wel maar van 3 naar 2? Nee, 1. 1. Het is niet dat dat zo'n groot verschil is, maar het is een verschil. Ja, dat kan ook zeker. Alternatief is met Truman 1 naar Tunesië, dat we zeker access aan Libië houden, maar dat is ook raar. Ja, dat is ook raar. Ik vind Truman naar Jordanië niet slecht. Ja, Dus dan. en dat is wel sowieso defcon verlaagd zijn. Wel, dat is Dus niet. Dat is geen dat kan verkeerde niet move. echt goed worden. Ja. En plus, we kunnen ook zien wat zij gooien voor hun headline. Dat is altijd positief. De meeste aanvallende. Ja, dat is natuurlijk wel het punt. Er komen nu een paar serieus Europa-aanvallende USSR-kaarten aan. Dus daarvoor zou je kunnen overwegen om Truman te houden en toch Junta te spelen. Maar ik weet niet of het te overwegen Sterk genoeg waard staan in is. Europa. Ja, Ja. sterk genoeg staan in Europa. Ja, Kijk, als nee, ze mee eens. Afrika of Griekenland pakken, dat is wel. Nou, Nee, mee eens. Mee eens. versus misstanden. Waar is het zo positief gelopen? Onze Ask Not beurt was gigantisch, Dat ja. was knap, ja. Ja, dat was wat, 17 punten verschil of zo. Ja, ik denk dat we al vrij goed stonden, maar ja, Het stond op vrij Centraal-Amerika gebalanceerd. niet. En ja. Maar Centraal-Amerika en Azië niet. En dat Ja, kregen we de dus, dat slechtste is. regio was weg en ja, al de rest stonden we goed. Ja. Ja. Dan is het wel makkelijk. Het lijkt wat. Wat geeft ons punten? Evil Empires, Duck and Cover, Nee, die is uit Korea. Ik al. Afghanis. Ah, ze pakken Afghanistan. Ja, En ik. ah, hier, daar zijn mijn En. de twee dingen die we konden doen al mee weg. Ja, Dan. ik zou nog steeds durven overwegen om Truman te gebruiken. Het alternatief is gewoon dat gewoon gebruiken en Chili doen, maar nee. Wat dan Europa versterken? Oh. Dus, ik denk dat we sterk zijn. Dan zou ik eerder. Nee, dan zou ik eerder. Ah ja, tegen Brush War. Ja, nee, Tegen sorry. Brush op Ja, Italië, ja. dat is de Nee, is goed. grootste Is goed. Ja. miscondition, denk ik. Ja. I agree. Afrika. Star Wars. Ja, omdat we die kaart vergeten. Omdat de kaart ook gevaarlijk is. Oké. Dat de. Ik weet En ik zelfs niet denk. wat dat hier doet. Gegooid dobbelstenen. Op basis van dominatie of controle krijg je bonuspunten. En degene die wint krijgt 2 VP en Move Defcon. Maar ik. Het probleem is dat een 4 verschil geeft. Als we verliezen zijn we weer 2 minder. Ja. Aldrich Ames is goed. Afrika scoring is goed. Arms Race is goed. Star Wars is goed. Oké, ja. Ruben is gewoon Cuban is zeker goed, maar ze zitten in Denk, dus ze zitten in Cuba. Dus zoveel verschil maakt het niet. Junta is ook sowieso goed om te lageren. Ik denk dat het serieus Oké, afhangt ik van wat denk zij niet dat dat spelen. met deze hand echt fout kan. Ja, you never know, maar ik heb er ook een vrij goed zicht op. Dat is one small step, dat geeft hen geen VP's. Ja, Junta of Cuban Missile Crisis. Afrika? Ja, goed gedacht. Sorry. Dank je. Nee, heel goed. Punt. GG. Oké, Joep. dat klopt. Tot.